Hi, mijn zomerfellows! Hey! En wij zijn weer terug om iets te eten. En vandaag gaan we alle verschillende soorten Asian snacks proeven. Dus we zijn net naar de Chinese, Aziatische winkel in Antwerpen gegaan. En we hebben gewoon allemaal verschillende dingen gekocht. En super bizarre dingen ook. Dus die gaan we nu proeven. Dude, maar what the fuck is dit? Echt even serieus. Dat voelt toch echt... Okay. Squishy. I don't want to do this one. Lekker. Dat heeft wel geen smaak eigenlijk. Ah, dan maak je er. Oh, de er zit iets in van binnen. zo weer. Eikjes. Oh my god, ik kan overgeven. What the fuck is dat? Dat is niet mijn ding. Nee. Fuck it. Fuck it. Dat was niet leuk. Dat was ook veel te veel te zoet. Ja, yes, zeewier. Please give it to me. Zeewier. Oké, maar dat gaat ook niet spel zijn. En dat is wel. Dat zie ik echt met deze nog even. Dat ruikt wel, maar dat is volgens mij niet goed. Oh! Ruikt naar vissen eten. Ah. Heb jij ooit vissen eten? Ik durf dat niet in mijn mond te steken. Haal er eerst eens gewoon in en uit. Oh my god! It's huge. Ja, ik wil gewoon die arbeidsnoepjes. Die komen eraan. Oké. Okay. Cheers. De crunch is wel goed. Oh! Oh, de aftertaste! De aftertaste, though! Oh! Mmm! Mm. What is this? Bitch! Oh! Oh! Is precies slechte sushi gewoon. Oh nee, ik heb muntjes! Ik heb muntjes! Oh my god. Dit is, wat is dat? Mangosteen? Mangosteen! Deze vrucht eet ik heel vaak in Thailand. En dat is echt wel super, super lekker. Maar nu, pas op dat hij niet ontploft, hè. Ja. Nu gaan we eens zien hoe dat drankje proeft. Denk je? Het is gewoon lekker. Maar er zit geen gas in ofzo. Allee, het is niet bangelijk. Maar het is niet vuil. It's not my thing. Nee, echt niet. Is het precies gewoon siroop? Ja, dat is zo woestsiroop. Precies. Mijn mensen die het drinken, of wat? Please hand me over the durian. Yes! Oké, okay, het volgende is de snoepjes van durian. En durian, er is echt een wet. Ik weet dat dat in Thailand is, dat zou waarschijnlijk ook wel in Azië zijn. Dat zegt dat je deze nergens mag opendoen in een besloten ruimte. Dus bijvoorbeeld een taxi of zo, dat mag niet, omdat dat zo hard stinkt. Maar het fruit op zich is wel lekker. So, we'll see. Open it. Oh my god, dat is die! Oh my god! Oh, what the fuck? Oh, mijn raam open zetten! Oh, dat stinkt echt. Je neus die open. Ja, dat ruikt naar een verrotte ananas. Oh, nee, ik ga niet ruiken. Ik ben mijn neus niet dicht aan het houden van binnen. Oké. Dat ziet er wel uit als een raam. Het jumpt! Deze kan twee kanten op gaan, hè? Oké. Okay. I don't like it. Ja, kijk. Ik kan dat echt niet met mijn mond houden. Oh! Oh my god! Geef mij wat van die siroop. Ik ga overgeven, want je hebt siroop nodig. Hij is zo. Je laat er echt maar. We hebben er nog eentje voor deze video. Finally. En dat lijkt echt bangelijk. Het lijkt op chocola met aardbeien in. Dat kan gewoon echt niet slecht zijn. Okay. Mij zijn dat gewoon smarties. Het zijn geen smarties. Chocoladebalken. Er zit iets. Wacht in. Daar zit een jelly in. Ah, chocola is wel goed. Ja. 10 punten voor de chocola. Dit is het enige waar we punten voor geven, want de rest is gewoon... De rest is... Ja. Ja, nee. De rest was ons ding niet. Het is nu mijn all-time favorite. Ik ga Zoe een verse kokosnoot laten proeven. Deze kan je gewoon ook in de Chinese winkels kopen. Dus eerste is kokosnootwater.
Hope you like it. Is it a fan of me? Vind je dat niet? Dat is toch veel dat is speciaal. Dat is speciaal. Het is blubber. Maar ja, in een van mijn vlogs van Thailand zie je dat ook. Maar zo lekker. Dat is natuurlijke blubber, hè. Ik vond van een kokosnot zelf, hè. Oké, ja, ik vind het beter dan kokosnot normaal gezien. Want dat proeft niet zo... Dat proeft niet zo. En heeft niet die vieze textuur. Zo. Super bedankt om te kijken. Als jullie het leuk vinden, geef mijn video dan zeker een like. En abonneer op mijn kanaal. Ik ga ook even kijken naar Zoja's video. Daar is deel 2 als jullie willen zien wat wij allemaal vonden van deze dinges. Abonneer ook op haar kanaal en geef die video een like. Dat zou ik heel leuk vinden. Social media staat hier ook allemaal van onder. Ook van Zoja. En ik zie jullie volgende keer. Bye! Bye!